menselijke natuur. En de menselijke natuur in Pilsen is in Tsjechië. Dat is ook een beetje het thema. In eerste instantie zouden we daar een heel ander onderwerp van gemaakt hebben. Maar uiteindelijk is de menselijke natuur is het thema geworden van de, zeg maar, de foto's uit Apeldoorn. De grote vakschool hier de opleiding gedaan. Eerst de basisopleiding, 1 jaar en 2 jaar vakopleiding. En vorig jaar juli ben ik eigenlijk afgestudeerd. Fotografie betekent voor mij een stuk vastleggen van emotie van mensen, beweging en proberen het gevoel en de sfeer wat op dat moment in de, zich afspeelt, dat beeld vast te krijgen. Dus als je nu onderweg bent, je gaat dingen waarnemen. Voor die tijd liep ik door de straat en dan keek ik in de winkel. En dan zag ik iets staan, maar wat ik nu heb, is dat ik gewoon het leuke ervan vind, is dat je naar het licht kijkt. Nou, ik denk dat het voornamelijk een hele mooie project is om gewoon aan heel Apeldoorn te laten zien hoeveel goede fotografen we in Apeldoorn hebben. Met allemaal verschillende disciplines.